Het is echt ongezond. Ik heb zoveel te veel kleding. Hoi allemaal, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag een closet tour voor jullie. Dit is iets wat ik nog nooit eerder heb opgenomen. Maar dat komt vooral omdat in mijn vorige huis lag mijn kleding totaal niet gunstig om zo'n video als dit te maken. In deze kamer is dat helemaal anders. Hier staat eerst alles mooi opgehangen en heb ik alles mooi op stapeltjes. Dus dan kan ik het veel beter aan jullie laten zien. Dus ik ga vandaag mijn kledingkast aan jullie laten zien. En ik zal een aantal van mijn favoriete items aan jullie laten zien. En ik hoop dat jullie daar wat inspiratie uit halen. Ik weet dat jullie het altijd heel erg leuk vinden om fashion video's van mij te zien. Dus bij deze, here I am. Laten we dan vooral niet te lang lullen en gewoon lekker gaan beginnen. Dus doe alvast je duimpje omhoog en dan gaan we snel naar mijn kleding. Oké, mijn kledingkast bestaat uit dit hanggedeelte. Wat zo tussen twee muren gepropt zit. En dan heb ik hier nog een ander deel van mijn kledingkast waar alle stapeltjes op liggen. Dit is een ingebouwde kast, dus dat is echt super fijn. En dan heb ik ook nog wat kleding in de lades van mijn bed. Oké, dit is een beetje ingewikkeld laten zien, want ik heb hier echt mega weinig loopruimte. Dus ik kan mijn camera ook niet dichterbij zetten. Jullie moeten het hiermee doen. Hier hebben we dus mijn hanggedeelte. Ik ben echt super blij met deze kledingruimte. Toen ik deze kamer kreeg, toen was ik eigenlijk helemaal nog niet op dit idee gekomen. Maar de vorige bewoner, dat is een hele goede vriend van mij, die zei van ja, misschien kan je er twee kledingstokken tussen hangen en dan kan je kleding ophangen. En toen dacht ik, dat gaan we doen. Dus ik ben hier heel erg blij mee, want ik kan hier gewoon super veel in kwijt. Dat komt ook deels doordat ik deze super mega... Ik kom even wat dichterbij. Ik heb deze hele dunne kledinghangers van de Primark. En daardoor past er gewoon heel veel kleding. Dus dat is top. Oké, er zit niet heel erg een logica in dit gedeelte. Wel een heel klein beetje. Hier aan deze kant twee truien hangen. De rest van mijn truien zit in een la. Omdat het nu niet meer zo super koud is. Ik heb hier eigenlijk alleen nog maar deze roze trui hangen van Shein, volgens mij. Die vind ik heel erg leuk. En deze witte trui van de Brandy Melville. Maar die draag ik allebei nog wel redelijk veel. Ook in de zomer, omdat het gewoon een beetje zomerkleurtjes zijn. Dus als het wat kouder is, trek ik die aan. Deze had ik in mijn vorige video aan en ik kreeg daar best wel veel vragen over. Deze is van de Monki, maar ik denk wel van een oudere collectie. Want ik heb deze namelijk overgekocht bij een closet sale van een meisje van mijn school. Dus ik denk niet meer dat ze dit hebben. Maar het is echt heel leuk en ik ben er echt heel blij mee. Dan heb ik hier nog meer blousjes. En eigenlijk ook echt blousjes die ik bijna nooit meer draag. Zoals deze. Dan heb ik hier nog een roze blouse van Naked. Die ik ook bijna nog nooit aan heb gehad. Het is echt heel erg. Maar dat moet ik wel gaan doen. Want hij is echt super leuk. Deze is ook heel leuk. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Het is echt een beetje een Pipo de Clown blousje. Moet ik wel eerlijk zeggen. Maar ik vind hem gewoon echt heel erg vrolijk. En deze heb ik bij de Kringloop gekocht een tijdje terug. Ik vind ook de mouwtjes heel erg leuk. Dus hier ben ik echt heel blij mee. En dan heb ik hier allemaal zwarte blousjes. Dit zijn allemaal wat nettere blousjes. Deze die heb ik echt vaak aan als ik, weet ik veel, iets netjes aan moet of uitga of whatever. Dus dat hangt allemaal hier, want ik vind dat gewoon chill om op te hangen. Want als ik dat neerleg, dan gaat dat helemaal mis. Dan heb ik hier nog wat zomerdingetjes hangen. Die ik sinds kort naar Tilburg heb meegenomen omdat het toen 2 dagen 30 graden was. Dus ik dacht, yeah, de zomer komt eraan. En nu is het gewoon weer 15 graden en heb ik dit allemaal nog niet kunnen dragen. Deze heb ik echt al ontzettend lang. Dit is een jurkje van de Abercrombie. Ja, wel echt heel schattig, maar wel heel kort. Maar hij is wel leuk en ik kan hem gewoon niet wegdoen. Ook al draag ik hem niet meer zoveel. En dan heb ik hier echt mijn favoriete item ever voor in de zomer. Dit is ook een play suitje, maar echt super leuk met hier ook kant. En ja, deze is gewoon echt, die heb ik ook zoveel gedragen. Die is ook van de Abercrombie. Heb ik toen echt €80 voor neergelegd. Bizar. Maar ik heb het eruit gehaald, want ik heb hem echt heel veel gedragen. Dus ik ben hier wel echt, ja, echt mega blij mee. En dan hebben we hier, ja jongens, dit is echt een... De deur staat open, dus jullie allemaal auto's horen, dan komt dat daar. Misschien moet ik hem even dicht doen. Wat ik wou zeggen, dan heb ik hier dus echt het pareltje van mijn kledingkast. Ik ben hier zo blij mee. En het is niet dat ik hem vaak aan kan, maar het is echt een parel. Dat is deze fantastische playsuit met intense glitters. Ik word hier gewoon zo gelukkig van. Ik vind deze zo mega mooi. Ik heb deze aangehad toen ik met mijn vader in Carré ging optreden.
Dit is de beste keuze ever geweest om aan te trekken. Want ik voel me hier gewoon zo vrouwelijk in. En hij is gewoon zo mooi. Hier ben ik gewoon zo blij mee. Toevallig kan ik hem vanavond aan, want we hebben een glitterparty. Dus ik ben ready. Ik heb echt zin om dit aan te trekken, want het is echt gewoon zo mooi. Ik moet hier echt even sneller doorheen, want anders hebben we echt een video van 3 uur. Dan de bovenkant. Hier hangt heel veel. Ik zal een beetje uitkiezen wat ik ga laten zien. Ik heb hier allemaal jasjes. Ik zie ook dat ik nog dit glitterpak heb. Wat erg. Ik heb gewoon zoveel glitter in mijn kast. Deze is ook leuk. Dit is dus een pak. Een jasje met een broek. Die is van Lovies. En hier ben ik ook echt zo blij mee. Ik heb die aangehad tijdens kerstavond. En ik vind deze zo mooi. Dus hier ben ik heel blij mee. Dan ook van Lovies dit fantastische pak. Die heb ik nog nooit aangehad. Maar dat komt gewoon omdat ik hem echt bewaar. Voor een gelegenheid dat ik dit aan kan trekken. Ik vind dit gewoon zo'n fantastisch pak. Ik heb ook zoveel glitter. Dit is ook weer glitter. Moet je kijken. Oh, deze is ook wel echt heel erg vet. Heb ik hier mijn lievelingszomerjurkje. Het is een spijkerjurkje. Die mijn moeder ooit bij de kringloop ook weer heeft gescoord. Het is ongelooflijk. Ik vind deze zo leuk. Hij heeft ook een open rug. Hier. En ik vind deze gewoon zo leuk. Ik leef hierin in de zomer. Dan heb ik hier nog meer jurkjes. Ja, met bloemetjes. Met ruitjes. Oh, dit is ook echt wel een van mijn favoriete playsuitjes. Deze is van, ik denk Come Get Fashion, maar ik weet het niet meer zeker. Daar ben ik ook echt heel blij mee. Ik vind die kleur groen echt heel erg leuk. Die mouwen lopen lekker wijd uit. Hij heeft ook weer een hele open rug hier, wat echt super chill is in de zomer. Daardoor is het lekker, kan het lekker doorluchten, dat is fijn. Dit is ook een van mijn favoriete jurkjes. Ja, hij zit nu niet goed, het is zo'n wrap dress. Die heb ik vorig jaar gekocht bij de Abercrombie in de sale. Voor volgens mij echt 20 euro. Het was wel een maat L, maar op zich als ik hem aan heb zie je daar niks van. Aangezien je hem ook natuurlijk gewoon lekker strak vast kan maken om je middel. Maar dit is ook echt een van mijn favoriete zomerjurkjes. Ik vind hem zo leuk. Deze is ook zo leuk. Weer een broek met een jasje. En ik vind pakken gewoon echt zo leuk. Want het is gewoon een lekkere eyecatcher. Als ik dat aan heb, dan krijg ik ook altijd complimenten. En dat vind ik leuk. Ja, ik kleed me graag aan om complimenten te krijgen. Eerlijk is eerlijk. Die is trouwens van de Stradivarius. Die heb ik vorig jaar in de sale gekocht. Dan mijn favoriete spijkerpak. Ja, zeg maar zo. Deze heb ik bij de Bershka gekocht afgelopen jaar. En deze draag ik ook echt heel veel. Vind ik ook super leuk. Nog meer jurkjes. Allemaal niet heel bijzonder. Dit jurkje is ook echt een jurkje die ik heel vaak heb gedragen. Dit is ook wederom weer een wrap dress. Ja, deze heb ik echt heel vaak aangehad. Vind ik nog steeds mega leuk om te dragen. Ik weet niet. Het is gewoon ook weer zo'n lekkere eyecatcher door al die stippeltjes. En I love it. Nou, en dat was ongeveer wel wat hier hangt. Ik heb hieronder nog bakken met schoenen. Maar als ik ook nog al mijn schoenen moet gaan laten zien, dan zijn we echt intens lang bezig. Dus laten we naar het andere gedeelte van mijn kast gaan. Nu het plankgedeelte van mijn kast. Sorry voor dit rommelige gedeelte. Hangt allemaal aan mijn deur. Ga ik er niet allemaal afhalen. Dus doe het ermee. Het is een beetje een rommeltje nu, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb het wel pas geleden nog opnieuw ingedeeld. Zoals je ziet heb ik echt veel kleding. Oh, dat is misschien wel even goed om te melden. Voordat jullie denken dat jullie nu mijn hele kledingkast zien. Dat is dus niet waar. Dit is alleen mijn zomergedeelte. Echt heel erg. Ik heb bij mijn moeder thuis heb ik op zolder heel veel kleding van mij liggen. Maar echt heel veel. Je kan echt een kringloop beginnen bij mij. Ik schaam me er echt voor als ik het zeg. Ik heb thuis denk ik nog 2 grote vuilniszakken vol met winterkleding. Het is echt ongezond. Ik heb zoveel te veel kleding. En ik vind het zo moeilijk om dingen weg te doen. Terwijl ik dat toch echt wel... Ik doe echt wel elk half jaar een grote schoonmaak. Probeer ik te doen. En doe ik heel veel dingen weg. Maar ik heb gewoon echt heel veel kleding. Maar dat komt ook omdat ik heel veel kleding opgestuurd krijg. En dat is super leuk en super fijn. Maar daardoor heb ik gewoon veel te veel. Oké, op deze plank hieronder heb ik aan deze kant rokjes. Hier in het midden heb ik een beetje
ander soort broeken dan spijkerbroeken. En hier heb ik mijn zwarte broeken. En ik zal even een paar van mijn favoriete items hier uitpakken. Dit is sowieso een van mijn favorieten. Die heb ik vorig jaar gekregen van Come Kid Fashion. En ik ben hier mega blij mee. Ik draag dit nu heel veel. Vorig jaar vond ik het nog een beetje lastig om te combineren. Vond ik het niet zo heel erg bij mij passen. Maar nu heb ik het helemaal ontdekt. En nu is dit echt een van mijn favoriete rokken geworden. Spijkerrokjes. Ik vind dit echt een must in je kast. Ik weet niet. Dit is gewoon iets wat je gewoon moet hebben voor in de zomer. Ik heb het ook nog in het zwart. Die overigens wel een heel klein beetje strak zit. Dan heb je hier ook nog een verdwaald spijkerbroekje. Dit is oprecht het enige spijkerbroekje wat ik heb in mijn kast. Vroeger had ik er echt wel meer. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik echt helemaal niet van spijkerbroekjes hou in de zomer. Ik vind het gewoon, het gaat op een gegeven moment zo in je doos kruipen. En ik vind het gewoon niet lekker zitten. En ik vind mijn benen er ook niet altijd mooi in. Ik weet niet, ik draag liever rokjes dan broekjes. Maar misschien is dat nu weer een fase. Want vroeger droeg ik wel heel veel broekjes. Dus het is ook echt een van mijn favoriete rokjes. Lekkere tijgerprintje. Ik vind ook deze rand aan de bovenkant echt heel erg leuk. Dit is ook echt een van mijn meest gedragen rokjes. Het is een rokje met allemaal sterretjes erop. En ik, ja, deze heb ik echt heel veel gedragen. Ook een van mijn favorieten is deze. Vorig jaar gekocht bij de Stradivarius. En nu denk je, oh, wat een leuk rokje. Maar nee, het is een broekje. Dat vind ik gewoon echt heel chill. En ik zou eigenlijk bijna willen dat elk rokje dit had. Dan de middelste stapel met mijn favorieten. Nou, degene die ik meest draag ligt ook gewoon bovenaan. Dat is deze heerlijke joggingbroek van de Bershka. Ik moet niezen. Oké, toch niet. Deze heerlijke joggingbroek van de Bershka dus. Die heb ik echt al best wel lang. Ziet er ook eigenlijk niet meer heel mooi uit. Ik heb erin gedanst. Ik chill erin. Ik leef hier zo wat in. Die ga ik echt nooit wegdoen, denk ik. Tenzij die echt uit elkaar valt. Maar die is gewoon echt heel chill. Dit is ook wel een van mijn favoriete broeken. Het enige nadeel is dus dat die eigenlijk een beetje te groot is. Waardoor die op een gegeven moment aan het eind van de dag zo los gaat zitten dat ik het niet meer chill vind. Het voordeel aan deze broek vind ik gewoon echt dat hij heel erg hoog zit. En dat vind ik gewoon heel chill. En hij is qua lengte gewoon echt top. Komt volgens mij ook van Shein. Ik heb heel veel van Shein, want ik krijg gewoon heel veel van hun opgestuurd. Dus ja. Dan laat ik er nog even eentje zien van deze stapel. En dat is deze oranje broek. Die heb ik echt voor 6 euro in de sale gekocht bij de Bershka. En deze draag ik ook echt vaak. Vooral in de winter heb ik hem echt vaak gedragen. Super chille broek. Hier ben ik ook echt blij mee. En zeker voor de prijs waarvoor ik hem heb gekocht. Ja, en dan heb ik hier gewoon zwarte broeken. Dit is denk ik wel mijn favoriet. Die is van de Topshop, de Mom Fit. En die vind ik echt heel nice. Die heb ik ook in de spijkerversie. En dit is ook mijn favoriet. Hij is alleen helaas kapot. Wat ik heel irritant vind. Dus ik moet hem eigenlijk even maken. Dit is namelijk mijn zwarte tuinpak van de Primark. Maar deze zit gewoon zo lekker. En hij heeft een, ik weet niet of je het kan zien, een ripstofje. Maar deze zit zo lekker. Alleen aan de zijkant, deze knoop is dus stuk. Dus die moet ik eigenlijk even maken. Oké, en dan hebben we de stapel daarboven. Daar heb ik spijkerbroeken, kooltruitjes en andere dunnere truitjes. En al mijn streepjes, shirtjes en nog een aantal andere dingen. Ik heb heel veel streepjes. Ik zal hier ook nog even een paar van mijn favorieten laten zien. Als eerste, deze broek ligt ook weer niet voor niks bovenaan. Deze mom jeans, of eigenlijk is het een straight jeans. Komt van de Primark. Heb ik echt voor 19 euro gekocht. Het is dus de Primark straight jeans. Mega chill. Echt waar. En dan heb ik hier eigenlijk nog iets van 6 spijkerbroeken. Beetje van alles. Niet heel boeiend. Dus dat ga ik niet echt laten zien. Ja, ik heb hier kooltruien. Ik heb zwart. Ik heb groen. Ik heb wit. Ik heb, ja, ik hou gewoon van kooltruitjes. Vooral in de winter. Ja, maar dit is allemaal dus niet heel erg boeiend. Dit zijn gewoon even kleuren. Dan hebben we hier dus al mijn streepjes shirtjes. Ik heb 9 streepjes shirtjes hier liggen. Maar dan ook echt daadwerkelijk allemaal in een andere kleur. Het is ongelooflijk. Kies ik er ook weer één uit. Lekker de zwart-wit. Deze komt ook van Shein. Het zal ook eens niet. En deze vind ik gewoon heel erg leuk. Het is heel simpel, maar ik vind het heel erg leuk. Er zit hier ook een hartje. Dat vind ik helemaal leuk. En mijn
favoriete trui van deze stapel is deze. Deze van de Brandy Melville. Nog niet zo heel lang geleden gekocht. Maar ik vind hem gewoon echt zo, zo leuk. Dit is echt, echt wel een van mijn favoriete items in mijn kledingkast. Echt waar. Oké, en dan de stapel daarboven. Ik heb hier allemaal zwarte hemdjes. Hier allemaal meer wit en grijzige hemdjes. En hier al mijn t-shirtjes. Ja, dit zijn dus vooral zomerhemdjes. Ik heb bijvoorbeeld deze hier. Dat is zo'n... Ja, er zitten wat bandjes aan, maar... Ja. Zo'n rechte top. Echt heel erg leuk van de Brandy Melville. Heb ik ook nog deze van de Stradivarius. Zo lekker off-shoulder. Die heb ik ook in het zwart. Dus dat is heel chill. Oh, dit is ook leuk om te laten zien. Dit is namelijk een pakje. Deze top. Met dit broekje. Dat is echt een heel erg leuk pakje voor in de zomer. Dan heb ik hier allemaal t-shirts. Ja, hier zitten heel veel favorietjes tussen. Want dit zijn ook echt t-shirts eigenlijk alleen maar die ik echt draag. Deze vind ik erg leuk. Deze heb ik ook echt heel veel gedragen. Same, same. But different. Dit is echt ook een van mijn favorieten. Ook van de Brandy Melville. Je ziet wel waar ik van hou. Maar dat weten jullie eigenlijk al, denk ik. Deze. Oh ja, deze. Heel veel gedragen deze winter. Deze met Dua Lipa erop. Normaal hou ik echt niet zo van t-shirts met artiesten erop. Of tenminste, ik vind het leuk om te hebben. Maar vaak heb ik het als pyjama. Maar deze heb ik echt heel veel gedragen. Ik weet niet. Ik vind die kleuren gewoon heel erg nice. Dat blauw. En past gewoon bij heel veel dingen. Dus dat is heel chill. Nou, deze heb ik dus laatst bij de Kringloop gekocht. Ben ik ook echt heel blij mee. Het is gewoon van de mannenafdeling. Maar ik vind hem super leuk. Oké, nou ja. En dat waren wel een beetje mijn favorieten. En dan heb ik hierboven, op de bovenste stapel. Ik zal hem even iets hoger doen. Dit is zeg maar de stapel met de items die ik aandoe als ik er netjes uit moet zien. Ik wil dit eigenlijk netjes houden. Dus ik ga denk ik even één dingetje laten zien. Dit is een body. En ik vind deze gewoon echt zo mooi. Ja, ik zei toch al dat ik veel te veel glitters in mijn kast heb. Maar hoe mooi is deze? Hij is dus van Lovies en ik vind hem gewoon echt heel mooi. Ja, en dat was eigenlijk best wel een beetje mijn kledingkast. Hier bij mijn bedlades heb ik nog mijn ondergoed en mijn sokken en pyjama's en sportkleding. Maar ik vind het niet heel erg boeiend om dat te laten zien. Dus ja, dat was eigenlijk ongeveer wel mijn kledingkast. Ik heb natuurlijk ook nog jassen en schoenen en dat soort dingen. Maar misschien dat ik daar nog een keer deel 2 van kan maken als jullie dat leuk vinden. Ik denk persoonlijk niet dat dat heel erg boeiend is. Ik denk dat dit het leukste is om te laten zien. Ja, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!